benen gaan staan, dan stellen ze zich toch wel heel wat vragen. Bijvoorbeeld als ze een appartement gaan huren. Ze vragen zich af, moet ik mij verzekeren? Wat moet ik verzekeren? En vooral, hoeveel gaat mij dat kosten? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan en hebben we een keer gegrasduind in onze verzekeringen. We hebben alle essentiële verzekeringen voor de jongeren samengestoken, nog een aantal extra's toegevoegd en zo zijn we tot het pakket Cocoonstart gekomen. Cocoonstart is alle nodige verzekeringen voor jonge huurders, voor een vast maandelijks bedrag en met een extra voordeel voor thuisverlaters. In februari zijn we online gaan communiceren met de jongeren tussen 20 en 30, dus de doelgroep van Cocoonstart, om af te checken of het product voldeed aan hun wensen. En eigenlijk hebben ze dat bevestigd, want ze vinden het eenvoudig, betaalbaar en relevant voor hun. Dus wat ons betreft zit het ontwerp van het product goed. Nu is de vraag, hoe zetten we het in de markt? Want met verzekeringen naar jongeren toestappen is geen evidente zaak. Het reclamebureau is teruggekomen met 3 creatieve pistes. Nu, we maken zelf geen deel meer uit van de doelgroep. Dus we hebben die 3 creatieve pistes voorgelegd opnieuw online aan die jongeren. Zo heeft een 40-tal jongeren zijn mening kunnen geven online over onze ideeën. Met hetgeen dat we daaruit geleerd hebben, hebben we dan de reclamecampagne kunnen maken. Shit!